Who'd ever thought that I would see this day, where I would see my ghetto life fade away? 'Cause I was lost and couldn't find a way, and now I look forward to every day. Welcome to my sunny day. Block don't stop, always stayed hot, no matter how the seasons got. I still remember when they took me away. Kept it on lock, then I got popped. Realized I had to stop. Then I took the time to explore a better way. Search high and low, so close, yet so far to go. I just know there's a sunny day. Who'd ever thought that I would see this day? Where I would see my ghetto life fade away, 'cause I was lost and could. Yeah, really punishing me because of, even at times I sleep on the floor. Yeah, they drive me out of the room. Yes, so a better day. Welcome to my sunny day. I came to Freetown to come and live with my cousin. So when I come to Freetown to come and live with my cousin, he also started to maltreat me without no educational help. They always discourage me. They cannot afford lunch for me. They cannot give me even times food for the day to eat. Veel ex-kindsoldaten zijn tijdens de oorlog één of beide ouders kwijtgeraakt. Heel veel van hen hebben in hun eigen omgeving, in hun eigen familie, in hun eigen dorp, wreedheden begaan. De allerjongsten onder hen onder dwang. Om met z'n tabletten weer terug naar huis te keren. De jongeren die meevochten, zeg maar tussen 15 en 25, 30. Heel veel van hen werden in hun dorp onderdrukt. En toen de rebellen langskwamen, zagen ze een kans gewoon om daar wraak voor te nemen. Ja, dit soort jongens zijn niet meer welkom thuis. Die belanden in de steden. Veel van deze jongens komen terecht in Freetown, waar ze hopen aan de slag te komen. Maar er is geen werk, ze zijn ongeschoold, ze hebben geen werkervaring, ze kunnen niks. Mensen die zich geen kennis hebben weten eigen te maken of praktische vaardigheden, staan in principe met lege handen. Er is te veel concurrentie op de arbeidsmarkt. Dit soort jongens belanden op straat. Waar ze gewelddadige overvallen gaan plegen. En iemand die eens gemoord heeft, volgens hun eigen zeggen, heeft daar nou eenmaal geen moeite meer mee. Het is een soort tool wat je kunt gebruiken om overwicht op een ander mens te krijgen. Als je dat soort mensen in een uitzichtloze situatie zet, dan kunnen ze gemakkelijk misdrijven. Als mensen geen hoop hebben, denken dat ze ieder moment toch dood kunnen gaan. Of misschien wel 60 jaar precies dezelfde shit moeten leven als waar ze nu in leven. Ja. Als je niets te verliezen hebt, dan kom je makkelijk aan de zelfkant van het leven terecht. Op het moment dat mensen hoop hebben, dat ze het einde van de tunnel zien. Dat ze kunnen fantaseren over een goed leven en dat dat een realistische fantasie is. Hebben ze de motivatie om heel erg hard te werken, om te buffelen en om af te zien.